Zo'n paar seconden en dan kan je al gelijk zien dat zo'n website al onbetrouwbaar is. Ik heb zelf ook wel een keer wat gehad. Ja, mijn broertje heeft er ervaring mee gehad. Koopt u wel eens via het internet? Ja, dat doe ik wel eens inderdaad. En wat voor dingen bestel je dan zoal? Schoenen, kleding. Het liefste koop ik gewoon hier in Almelo of bij winkels. Maar als er dingen zijn die ik zie van, oh, dat past ook heel erg bij mij en ik kan het hier niet kopen, dan doe ik dat via de website. Ik koop niet bij dingen wat niet ik wil. Altijd bij erkende webshop. Volgens mij is het wel goed gegaan, maar ik heb wel gehoord van andere mensen dat die wel af en toe zijn opgelicht. Ja. Vaak boeken en cd's, posters en kleding. Nou is de laatste tijd nogal in het nieuws dat 1 op de 5 webshops onbetrouwbaar zou zijn. En dat via die webshops fraude gepleegd wordt. Mensen worden opgelicht. Daar bent u van op de hoogte? Ja, daar ben ik van op de hoogte, ja. Maar ik heb verder nog nooit eigenlijk iets ondervonden dat ik bij wijze van spreken ben opgelicht. Ja. Omdat ik dat eigenlijk altijd via vertrouwde webshops doe. Ja. En hoe komt u erachter of een webshop betrouwbaar is of niet? Nou, eigenlijk bestel ik eigenlijk alleen maar bij grotere webwinkels. En kijk ik even naar de algemene voorwaarden, hè, wat erin staat qua retouren en dat soort dingen. Of mensen daar meer hebben besteld, reviews. Dus eigenlijk bestel ik bijna niet bij onbekende webshops. Ik heb zelf ook wel een keer wat gehad. Ja. Kun je dat vertellen? Ja, ik heb op YouTube heb ik wel vaak een filmpje gezien van magneetvissen. Dus met magneetvissen had ik zijn magneet besteld via het internet. Is het nooit aangekomen, maar wel de volle pond betaald voor de magneet. En wat had je ervoor betaald? Ik had €80 voor betaald. Ja. En hoe kwam je erachter dat je was opgelicht? Later de site, ik had het betaald. Ja. En later hadden ze gezegd dat het werd opgestuurd. Ja. En was de site in één keer weg. Ja. En dat zijn hele vervelende zaken. Ja. Wat vindt u daar nou van, dat mensen op die manier worden opgelicht? Ik vind dat men daar meer aandacht aan dient te besteden. Ja, mijn broertje heeft er ervaring mee gehad. Die heeft ooit een keer oordoppen besteld via zo'n website. En er was dan €100 voor die oordoppen of zo. En toen is nooit aangekomen. Ja. Ja, en mijn broertje is dan een beetje naïef. Dus die leest die website gewoon een heel klein beetje door. En die merkte daar niks van. Dus u bent eigenlijk ook nog nooit opgelicht via zo'n webshop? Nee. 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 En ja, er zijn altijd natuurlijk steeds meer nieuwere webshops waar jij soms wel iets hebt van, is het een gok? Krijg ik het wel, krijg ik het niet? Maar sowieso, die banken, als er iets van de bank komt, dan weet ik zeker van, nou ja, dat is zeker niet voor mij. Dat is gewoon fake. En dingen die mij niet aanstaan, die gaan gewoon weg. En allemaal bekende. Nou, ik vind dat er een soort van overkoepelend orgaan moet komen die de sites gaat controleren. Ja, dat was eigenlijk, er zat ook geen keurmerken, er zat zo'n slotje bij de site, dus ik heb niet goed gekeken. Ja, kijk, ik ben dan jongere, ik let er dan een beetje op, maar ik denk dat ouderen hebben daar natuurlijk wat meer moeite mee om dat te zien en dat te ontdekken. Wat zou er volgens jou tegen deze vorm van oplichting gedaan kunnen worden? Ik vind eigenlijk dat men gewoon moet achterhalen waar die sites vandaan komen, van welke mensen, en dat ze eigenlijk gewoon die sites van het internet moet afhalen. Maar ik keek zelf een paar seconden en dan kan je al gelijk zien dat zo'n website al onbetrouwbaar is. Okay.